Deelnemers start vrij. Voor de Klein Poelhuis installatietechniekprijs paardenrij aan. Komen de baan op. Stand by. En de start is gevallen. Paarden zijn gestart en het is na de start aan de buitenzijde Blanc Leblanc die naar het front gaat. Blanc Leblanc die neemt een lengtevoorsprong, maar aan de binnenzijde vecht Bernadotte Queen. Uitgeschakeld nummer 2 en uitgeschakeld nummer 4. Domilior en Varus de Corta, die zijn reeds onder de bel van uitschakeling gevallen. Als we nog even kijken naar de strijd in de kopgroep. Daar heeft Alex Kellum de leiding met Blanc Leblanc. Op de tweede plaats volgt Bernadotte Queen en een gat van 3 lengte dan. Tot het derde paard, als de deelnemers aan de overzijde van de baan zijn, dat is Be My Friend. Op 4 lengte erachter volgt dan Doc Holiday, gevolgd door Beauteun Lion. Aan de buitenzijde komt Iron Melior met verderweg Axel Cartouche. Daarachter is het 1 G Meadow en 3 lengte erachter volgt Bolivia Charisma. Als de deelnemers dan richting Manegebocht trekken. En de leiding nog altijd voor Alex Kelm is met Blanc Leblanc. Blanc Leblanc leidt met een lengte voorsprong. Op de tweede plaats volgt Bernadotte Queen. In derde positie is het daarachter dan Be My Friend, geflankeerd door de aan de buitenzijde opkomende Marco Spin met Iron Melior. En die wordt dan gevolgd door Beauteun Lion. Aan de binnenzijde volgt dan Doc Holiday en met 2 lengte Axel Cartouche. En daarachter is het dan 1 G Meadow. En de paarden zijn in de rechte lijn voor de tribune, terwijl Bolivia Charisma de rij sluit met zo dadelijk als de paarden de finish passeren nog een volledige ronde van 1000 meter af te leggen. Is het nog altijd aan de binnenkant Blanc Leblanc voor de stal van Mark de Jong. Vandaag toevertrouwd aan de Duitse leerlingpikeur Alex Kelm, die een lengtevoorsprong heeft met op de tweede plaats Iron Melior. Derde aan de binnenzijde is Bernadotte Queen. En op een lengte erachter volgt dan als vierde de nummer 10 Be My Friend. En zo zijn de paarden halverwege de koelboxbocht. Aan de binnenzijde volgt Doc Holiday met erachter Beauteun Lion. Dan Axel Cartouche en aan de binnenzijde Bolivia Charisma. En laatst is nu 1 G Meadow. Deelnemers aan de overzijde van de baan met nog altijd Blanc Leblanc die de koers controleert met nu 2 lengte voorsprong op Bernadotte Queen. Daarachter komt aan de buitenzijde nu een aanval. En die aanval wordt geplaatst door Be My Friend en die loopt het hele veld voorbij. Stuit op de leider Blanc Leblanc, gaat proberen de leiding over te nemen. Dat lukt niet zo eenvoudig, want Kelm wil de leiding niet opgeven, maar hij zal nu toch wel moeten, want er is vooralsnog niets bestand tegen die aanval van Be My Friend. En die stormt door met 2 lengte voorsprong, gaat hij de laatste bocht in. Het worden de 3, het worden de 4. Op de tweede plaats Blanc Leblanc. Op de derde plaats daarachter is het dan Bernadotte Queen. Nummer 6, 6 galop. Terwijl de nummer 6 Iron Melior wordt uitgeschakeld, wil de laatste rechte lijn inkomen. En het Be My Friend is die leid. Be My Friend met Danny Brouwer. Die heeft hier een hele grote voorsprong. Op de tweede plaats is het daarachter aan de buitenzijde opkomen. Doc Holiday, die maakt nog vele meters goed. Blanc Leblanc ligt in derde positie. Daarachter Axel Cartouche, die zich naar de vierde plaats heeft gewurmd. De paarden gaan in de laatste meter. Nu richting finish. En het is de nummer 10, Be My Friend, die het gemakkelijk wint. Op de tweede plaats Doc Holiday. De derde plaats is voor de lange leider. En dat was de nummer 5, Blanc Leblanc voor Axel Cartouche. En daarachter was het nog 1 G Meadow, die heel veel meters heeft goed gemaakt. En daar zijn ze, dames en heren, de winnaars. Be My Friend, de 7-jarige Bruine Ruin van Incredible Hulk uit River's Edge. Fokker en eigenaar Willem Brouwer. Trainer Bas Krebas en de rijder is Danny Brouwer. Ja, hele snelle tijd, dat zagen we al. 1:20:04. Felicitaties natuurlijk voor trainer Bas Krebas, maar ook voor de familie Brouwer. Rozen voor Danny. Aangeboden door rozenbedrijf Barry Brokhof. En de orchideeën voor Willem, beschikbaar gesteld door Dirk Maas en Orchideeënwinkel, beide uit Luttelgeest. Dames en heren, uw applaus voor de winnaars. Be My Friend, Danny Brouwer.